Hallo mensen, mijn dingen die ik niet snap aan meisjesvideo viel bij de meeste mensen van de smaak. En daarom wil ik daar nu vervolg op doen genaamd dingen die ik niet snap aan school. Dus laten we maar beginnen. Ik snap het niet wanneer de docent een vraag stelt aan de hele klas. En dan weet ik zelf het antwoord er niet op, dus dan kijk ik maar weg om iets op te schrijven zogenaamd. En wie zou die dan kiezen om de vraag te beantwoorden uit alle 30 kinderen in de klas? Ik natuurlijk, die net even wegkijkt om wat op te schrijven. Ik weet het antwoord niet, daarom kijk ik weg. Wat ik ook niet snap is waarom school zo vroeg begint. Ik ga zelf om 6:30 mijn bed uit en ik moet om 8:30 op school zijn. Dan begin mijn eerste les. Waarom kan ik niet gewoon één dag om 10:00 beginnen of zo? Dat zou toch niet erg zijn of zo? Dan maar 2 uur minder, wat zou het? Wat ik ook niet snap is dat je een film gaat kijken in je laatste uur. Ik kan net zo goed mijn tijd benutten door huiswerk te maken, maar ze willen dat ik naar een film kijk die ik al 100.000 keer heb gezien en denk gewoon van mag ik niet gewoon naar huis, want wat doe ik hier eigenlijk? Waar ik zelf ook echt een hekel aan heb en niet snap is dat je een toetsweek krijgt na je vakantie. Dus dan heb je eindelijk vakantie, maar dan moet je in die vakantie gaan leren voor je toetsweek. Ben je zelfs daar een beetje martelen of zo? Wat ik ook niet snap en wat ik persoonlijk best wel vaak heb gehad, is dat ik in de vakantie een boek moet lezen voor een boekverslag die ik een week na de vakantie ongeveer moet inleveren. En dan zit ik gewoon mijn hele vakantie aan een saai boek, meestal saai boek, want er zijn gewoon eigenlijk geen leuke boeken. Maar nog liever huiswerk dan dat ik boeken lees. En dan zit je daar je hele vakantie aan een beetje je tijd te verdoen, terwijl je ook gewoon kan afspreken met vrienden, maar nee. En dan vraagt je vriend van kom chillen of zo. Dan ben jij zo van nee, ik ga boeken lezen. Waar ik ook echt een hekel aan heb en echt niet snap, is dat docenten je in de lessen al heel veel werk laten maken. Vervolgens ook nog heel veel huiswerk opgeven. En dan geven ze dat huiswerk op voor een dag waarop je toets hebt. Ik denk, kunnen ze dan niet een beetje rekening met ons houden of zo? Op zijn minst een beetje aardig zijn. Oké, dat was de video. Doe even een duimpje omhoog hier beneden als je deze video leuk vond. Abonneer hier beneden als je dat niet gedaan had. Zet in de reactie wat jij haat aan school. En misschien maken we wel een deel 2. En zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!